Hey, hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van uiteraard Planet Coaster. Ik ben hier weer voor jullie, speciaal omdat ik een heel erg extreem park heb gevonden op de workshop. Het heet Looks Fun and Extreme Park. Gemaakt door Laguiar. Het is een Spaanse naam, ook de beschrijving staat in het Spaans. De tekstbordjes in de game staan in het Spaans. Dus ja, ik ken geen Spaans, dus misschien jullie wel. Ik weet in ieder geval dat ik dit kan abonneren en kan spelen. En ik ben benieuwd naar Looks Fun en Extreme Park. Want bij een Extreme Park denk ik gelijk aan hoge attracties. Nou, we zien daar wel een drop tower. Ik zie links al een houten achtbaan. Ik zie daar alweer een redelijk normale achtbaan. Gaat wel mooi snel zo en leuk. Maar ik zag verderop en je ziet hem al daar zo. Je ziet hem al. Ik weet niet of je het tussen die boom door daar. Je ziet al een puntje en daar staat toch wel een vreselijk hoge achtbaan achter dat kasteel. En ik denk dat dit dan het fun gedeelte is. Fun park. En als we verder lopen krijgen we extreme. Het extreme gedeelte. Ja, ik ben wel benieuwd. Want volgens mij is hier een hoop te beleven. Er lopen wel momenteel meer medewerkers rond dan bezoekers. Dan gasten. Dus nou ja, goed. Gezellig is het toch een beetje levendig. Alleen ik heb het gevoel dat elke medewerker niet helemaal weet wat hij moet doen. Ik heb van die lekkere muziek op de achtergrond, een beetje trance muziek. Omdat ik eigenlijk had verwacht dat er heel veel van deze extreme achtbanen stonden. Maar dan bewaren we die voor dadelijk. Ik zie ook een soort vulkaan. Althans, ik zag wat eruit komen net daarboven. Laten we eerst eens even rustig beginnen en richting die houten achtbaan. En geloof me, misschien is die houten achtbaan wel redelijk, ja, stijl. Dat kan. Oh, je. Oh. Dat klopt ook. Jeetje, volgens mij hoort die achtbaan ook gewoon bij het extreme gedeelte. Ja, behoort alleen die achtbaan bij fun? Want het zag wel heel fun uit. Maar deze houten achtbaan, jeetje man. Ik denk dat Wodan er niks bij is. Deze lijkt bijna twee keer hoger. Moet je kijken jongens, wat een hoge jongen. Nou, we gaan hier eens even naar de ingang. Het station is wel redelijk simpel. Het gaat volgens mij meer om gewoon het idee van het park en om de layouts dan daadwerkelijk om de aankleding. We gaan hier naar binnen. Een beetje een soort van Wild West gevoel krijg ik wel. En zo! Dat ging extreem snel al. Ik ga nog niet naar de statistieken kijken. Weet je wat we doen? We gaan er gewoon lekker in zitten. En dan zie je dat ik alweer in het verkeerde karretje zit. Nou, dat wordt even vooruitspoelen. En we gaan genieten van Infinity and Beyond. Ja, het gaat om een hybrid coaster. En ja, Vanguin heet die geloof ik in de game. Uit mijn hoofd. En in ieder geval, deze achtbaan wordt volgens mij wel extreem. Gewoon een bizar hoge optakeling. Ook een hele lange layout. Ik moest lang wachten totdat het treintje weer terugkwam in het station. Want ik moest natuurlijk in het goede karretje zitten. Het maakt eigenlijk ook weer niet heel veel uit. Want de snelheid ga ik nu toch niet zien. Maar het is heel apart. Je kan pas de snelheid zien als je in het juiste karretje zit. Dus er is maar één karretje wat hij selecteert. Waarvan hij de resultaten laat zien. Of de live statistieken. Maar geen statistieken, dat kijken we op het einde. We gaan eerst eens even genieten van het uitzicht. Van korte duur waarschijnlijk. Want dit is eigenlijk het uitzicht. Wauw, kijk eens jongens en meisjes. En die achtbaan is niet normaal. Wauw. Hoor eens even, dit is fantastisch. Die lekkere airtime, kijk hoe hoog die nog komt. Er staat gewoon een Tower of Terror, maar dan zonder aankleding. Wat ik al zei, dit park heeft eigenlijk niks met aankleding te maken. Het gaat eigenlijk gewoon om het aanbod van attracties. En kunnen we dit dan een beetje schuiven naar de Walibi Holland kant? Misschien wel, want dit soort achtbanen passen daar natuurlijk gewoon perfect bij. Nou, dit gaat goed zo. Weer dat kasteel wat er echt centraal staat. Een beetje het middenpunt van het park, geloof ik. Ja, en deze achtbaan, ik vind dit wel heel gaaf. Ik vind dat bijna elk park wel zo'n achtbaan kan gebruiken. Ik vind vooral die houten ondersteuning. Ik vind het altijd heel machtig. Ik vind het altijd heel mooi. De uitstraling is fantastisch van de houten achtbaan. En die zet je ook vaak wel een beetje aan de buitenzijde van je park. Je kan hem ook wel in het midden zetten. Maar meestal vind ik hem toch wel wat mooier als die aan de zijlijn staat van de parkgrens. Vind ik altijd wel persoonlijk wat mooier. Maar vooral die ondersteuning. Het maakt het wat massiever. En wat epischer. En vooral dit soort dingen dat je echt onderdoor gaat. Ja, dat geeft wel een wauw effect, vind ik persoonlijk. Maar dat is een persoonlijke mening. Nou, we gaan eens kijken naar de resultaten. En ik neem aan dat jullie daar ook wel nieuwsgierig naar zijn. Een baanlengte van 1558 meter. Een maximale snelheid van 113 km per uur. Gemiddeld 45. En 14 airtime count staat op 14. 4 inversies. Dus het is toch wel een vrij intense baan als je het mij vraagt.
Oké, nou, we gaan snel door naar de volgende. En volgens mij wordt dat weer een achtbaan, maar wordt dat niet die hele hoge? Wordt dat niet die extreme? Dit is de Dungeonscape. Ik zie nou al de statistieken. Ik klik het snel weg. Ik zag alleen dat de snelheid 154 km per uur was. Oh, jongens. Nou ja, je kan beter maar een brilletje opdoen. Tegen al die tranen met die wind die in je ogen komt. En op zich, weet je, want dat heeft Hessel heeft dat altijd bij zich. Hè? Die heeft altijd een zonnebril bij zich. Als die dan naar een pretpark gaat, dan zou je zeggen van... Hessel, het is januari, je gaat toch geen zonnebril dragen? Ja, maar geloof me, als het gaat regenen, dan kan je toch nog wat zien van de rit. En ik moet ook eerlijk zeggen, daar heeft hij wel gelijk in. Maar ik ben altijd heel eigenwijs en ik neem dan geen zonnebril mee. Dit zijn leuke huisjes. Het voelt wel een beetje alsof dit gewoon niet door hem gemaakt is. Gewoon eigenlijk van die standaard huisjes. Die heeft hij gewoon hier aan de zijkant geplaatst. Maakt niet uit, want je mag je park indelen hoe jij het wil. En misschien heeft hij het wel aangekleed. Dat kan natuurlijk. Hey, kijk eens. De Ghostbusters komen ook nog voorbij. En de heks ook nog. Die zweeft dan voorbij haar toren. Of haar huisjes, dat geloof ik. Een heel mooi object. Die kan je natuurlijk op een boomstronk zetten. Daar is die ook voor. Want het heet de Witch Tree en de Witch House. En die kan je natuurlijk met elkaar combineren. Dat die boom natuurlijk dat huis ondersteunt. En daar komt de achtbaan voorbij. Kijk eens even. Dit is wel heel gaaf. Ik ben ook zeer benieuwd naar deze baan. Wauw, kijk eens. Over het pad heen. Twee van die kurkentrekkers. Dit wordt wel echt een gave baan. Wat is dit? Is dit gewoon... Huh? Oké. Dat is gaaf. Oké, dat is leuk. Hij heeft een pad gemaakt. Dat vind ik wel origineel. Een pad gemaakt naar het heksenhuisje. Alsof je daarin kan klimmen. En dat je dan lekker kan kijken wat daar binnenin is. We hebben daar nog een arm. Een grote, grote arm. Maar ik zoek nog steeds de ingang van die attractie. En overal waar ik kijk zie ik baan, baan, baan. Overal. En vooral natuurlijk de hoogte in daar. Jeetje. Dat er geen ondersteuning zit, hè. Je zou bijna zeggen dat er nog een extra paaltje geslagen moet worden. Maar dat is niet zo. Ja, dan maar zoeken. Dan maar zoeken naar de ingang. Ja, het lijkt mij dat hij dan daar vandaan komt. Dus even naar voren lopen. En ik denk dat we nu wel in de buurt komen, toch? Ik zie het kasteel. Ik heb geen flauw idee. Volgens mij is dit niet gewoon... Dit is hem. Dit is hem. Hoppakee. Lekker slalommen. Hoeven we niet te doen. Want jullie weten het. Er zijn geen bezoekers in het park. Behalve dan de medewerkers die zich uitermate vervelen. En hier is dan... Ghost is roaming the park. Oké. Nou, we gaan erin zitten. Ik hoop dat dit de juiste is. Nee, dit is niet de juiste baan. Of niet het juiste treintje. Dus we gaan heel even wachten. Maar komt goed. Oh, jongens. Jongens, meisjes. Dit is echt gewoon de baan waardoor het park zijn naam te danken heeft, denk ik. Ik weet zeker, die directeur ging even bladeren in zijn tijdschrift. En zegt, oh, leuke baan, leuke baan. Oh, die wil ik! En dan veranderen we gelijk de naam van het hele park. Dit is een publiekstrekker. Dit gaan we doen. Nou ja, en met een hoogte van, ik heb geen flauw idee. Ik kan even kijken. Een baanhoogte van maar liefst. Even kijken, grootste drop 95 meter. Staat er dus niet bij, maar de drop is 95 meter. Dus 154 km per uur. Een lengte van 1771 meter. Dit wordt wel echt een baantje. Dit wordt echt een baantje. Oh, en dan helemaal mijn zonnebril vergeten. Maar het regent niet, dat scheelt. Of tegen de vliegjes, dat kan natuurlijk ook. Wow, kijk eens. Wat heftig. Wat leuk. Ja, en door die hoogte heeft hij natuurlijk een fikse snelheid. En door die snelheid heb je ook een langere baan maken. Waardoor die dus bijna richting de 2 kilometer qua baanlengte gaat. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dit zijn leuke projecten die je dan tegen ziet komen op de workshop. Je hebt natuurlijk ook gewoon echt volledig aangeklede themaparken, hè, om het zo te zeggen. Maar je hebt ook gewoon zo'n parkje waarin hij gewoon een beetje aan het experimenteren is. Dus hij heeft daarachter ook een soort van bouwterrein, zag ik al. Maar hij heeft ook gewoon een paar van die baantjes gemaakt. En dan voorzien van allerlei, weet ik veel, allerlei boompjes en paden. En het is wel echt een parkje. Maar ja, goed, ik vermoed niet dat hij echt alles zelf heeft gemaakt. Maar gewoon qua layout en zo heeft hij wel zich uitgeleefd. En dat is echt fantastisch. Hij heeft al heel veel moeite in gestopt en daar ben ik heel blij om. Oké, we gaan weer richting het kasteel en natuurlijk de remsectie. Ja, deze baan kon natuurlijk nog makkelijk een paar meter wel verder doorgaan. Door de snelheid die hij heeft behouden. Maar
Ja, nee, ik vond het goed. Ik vond het een leuke baan. En als ik hem ook selecteer... Even kijken, kunnen we dat ook selecteren? Ik zit op te klikken. Ja, kijk. Dan zie je ook wat een enorme oppervlakte die heeft. Maar dat komt echt puur door de omvang. Ik weet ook niet wat daar is trouwens. Het lijken allemaal stukjes baan. En ik weet niet wat hij hier doet, maar... Oh, wacht eens even. Dit is een opslag. Dit is gewoon, zeg maar... Dit wordt allemaal... Dit is onderhoud. Dit is allemaal wat wordt geleverd naar het park. Ja, dat heeft hij leuk gedaan. Dat heeft hij leuk in elkaar gezet. Ik vind het ook wel origineel dat hij dat zo heeft gedaan. Oké. We kunnen even verder kijken, want volgens mij zijn er nog wel een paar attracties waarvan ik denk van... Misschien moeten we even een kijkje nemen, want daar hadden we natuurlijk een houten achtbaan. Maar ik zie dus verderop, daar staat nog iets met houten ondersteuning. En ik ben wel nieuwsgierig, is het dan weer zo'n heerlijke klassieke houten achtbaan? Is het een wilde muis? Dat kan ook. Is het toch misschien een RMC? Nou, ik denk dat dit gewoon een klassieketje is. Dat is leuk. En deze heet dus de Wooden Devil. Ja, het is zo fantastisch dat wanneer je dus, zeg maar, een treintje wacht totdat je gaat vertrekken, dat gaat achter elkaar door, want alle attracties staan op testen. Alles staat op testen, dus niks is open, niks is dicht, gewoon alles staat op testen, dus het gaat achter elkaar door. Ook leuk, die lampjes aan de zijkant, dat is wel heel leuk gedaan zo. Ik denk dat het in het donker ziet het er altijd hartstikke leuk uit. Maar dit is gewoon echt een klassieketje. En qua hoogte klassiek, gewoon qua ook een best wel lange layout. Ik verwacht niet dat hij super snel gaat. Daarvoor moet je in de andere houten achtbaan. Maar deze is puur voor de fun. Ik denk ook eigenlijk meer voor de airtime. En het geluid. Het geluid blijft altijd super magisch. Nou ja, magisch. Gewoon echt dat klassieke geluid. Ik weet niet wat het is. Ik vind het heerlijk. En dan heb je ook in het echt trouwens. Hè. Dus, het is niet alleen maar virtueel in dit spel. Het is ook gewoon in het echt als ik in een houten achtbaan zit. En ik hoor dat geluid van een houten achtbaan die dan over die baan heen raast. Dat doet mij goed. Dat, oprecht vind ik dat heel tof. Oh, natuurlijk in Engeland bij Blackpool Pleasure Beach had je allemaal wat oudere klassiekers daar. De Big Dipper en noem maar op. En dat waren best wel echt klassieke achtbanen. Van die houten van bijna 100 jaar oud. En dan hoor je ook dat geluid en dan denk je... Oh, dit is wel echt gewoon pure nostalgie waar ik nu momenteel in zit. En dat maakt het wel echt heel fijn. Heel tof, heel tof. Ja, ik vond de Engeland trip echt wel een soort van... nostalgietripje. Gewoon echt puur die oude attracties doen. Geweldig. Geweldig. Met zoveel geschiedenis. De achtbaan met zoveel, ja, zoveel verhalen. Dat is geweldig. Dat is echt heel mooi. Ja, en dit is dan ook leuk. Een inrangeer stationnetje gemaakt. Dat zijn wel weer de extraatjes. Hartstikke leuk gedaan. En dan staat er Venna Novamente. Zeg ik het goed? Novamente? Ik heb geen idee wat dat betekent, maar misschien iets van tot ziens. Of hopelijk heb je het overleefd. Er zijn natuurlijk wel meer attracties in het park te vinden. Dat klopt. Maar ik wil jullie een beetje nieuwsgierig houden. Dus mocht jij dit een leuk park vinden en je zou toch wel even die andere achtbaantjes willen checken. Zijn wat kleinere achtbaantjes. Ga dan zeker dit project even bekijken. Want het ziet er ontzettend leuk uit om ook gewoon zelf die objecten te abonneren en te bekijken. Ja, dit is ook leuk. Gewoon even een beetje buiten het park lijkt het net door die grote berg. We hebben hier ook terrasje. Je kan hier lekker snoepen, je kan hier lekker eten. En ik dacht dat er in het midden inderdaad een soort krater zat. En dat zien we ook. We hebben ook nog een track ride. Verderop hebben we nog een boomstamrivier. We hebben nog een leuke achtbaan hier, een boemerangje. We hebben daarachter nog ook wat flat rides. Voor de rest geen dark rides. Het gaat vooral om de trail rides. Maar echt wel een heel erg leuk park. Dus mocht je dit zelf willen bezoeken, doe dat zeker. En vond je het nou een leuke video, laat gewoon even een duimpje achter. Ben je nog niet geabonneerd, klik dan even op abonneren. En ik zou zeggen, tot de volgende keer gaan we weer een park bezichtigen in Planet Coaster. Ik hoop je dan weer te zien. Doeg!